Enkele jaren geleden is er bij Ida dyslexie vastgesteld. En wij vonden het jammer dat ze weinig wilde lezen, omdat het net zo moeilijk ging. En dan hebben we Luisterpunt ontdekt. Ik denk dat dat via de campagne van Ik haat lezen was. Sinds ze de app gebruikt, heeft ze eigenlijk veel meer zin om boeken te lezen, om verhalen te luisteren, te lezen. En er gaat een wereld voor haar open. Misschien kon ze helemaal wegduiken onder het schuim. Ze had de deur goed op slot gedaan en ze hoefde pas over een uurtje naar beneden voor het eten. Voordien was boeken lezen eigenlijk een opgave. Dat was bijna een straf. Terwijl dat eigenlijk verhalen leuk moeten zijn. Het was vaak niet leuk om te lezen als ik deze app nog niet had. Want dan begonnen mijn ogen moe te worden. Kinderen die moeilijk lezen, zouden dan vaak afhaken. Maar mijn kinderen hebben door het luisteren terug zin gekregen in lezen. Dit is een boek van de boekenjury dat ik nu aan het lezen ben. Rekenen voor het leven. En ik heb nog andere boeken. Ook Gangsterschool, Het geheim van Winterhuis Hotel. Je kan opzoeken welk boek dat je wilt. Dan typ je de titel in. Dan zijn er allemaal voorbeelden van zulke boeken. En dan kan je dat boek beluisteren. Als een wiskundige dit spel doet met 20 chocolaatjes en 1 rode peper. Hij laat kinderen steeds opnieuw tegen hem spelen. Soms luister ik met dit en kijk ik op de pagina's en volg ik een beetje mee. En soms luister ik alleen. Ook als ik meevolg, zet ik het soms ook trager dat ik kan meevolgen. Het zou jammer zijn dat de kinderen die leesproblemen hebben, door die dyslexie eigenlijk niet zouden lezen, want het is net die woordenschat, maar ook die grammatica, die zinsbouw, die eigenlijk zorgt dat ze zich toch nog blijven verrijken. Dus zelfs al lezen ze het niet zelf in een boek, dan nog ja, maakt het hun rijker. Ja, soms als ik een woordje niet begrijp, dan zet ik het even op pauze en dan vraag ik het aan mama. Het is voor de kinderen heel belangrijk dat ze terug leesplezier hebben. Want ik ben zeker, had ik die eerste jaren de app niet gehad, dat ik kinderen had waar dat ik moest constant achter zitten, wat dat hun energie zou laag houden en zeker ook mijn energie, laat staan die van de leerkracht. Meer info? Surf naar ikhaatlezen.be.